Maar we beginnen met de schietpartij in Blerik. Want boven zich op klaarlichte dag werd een 22-jarige man doodgeschoten. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie, zo liet de politie weten. Er zijn inmiddels 20 rechercheurs op de zaak gezet. In de dag na de schietpartij gaf de politie aan dat ze inmiddels weten wie de twee daders zijn die er na de dodelijke schietpartij in Blerik vandoor zijn gegaan. Er is een internationaal opsporingsbevel uitgegeven, maar het tweetal was bij het maken van dit nieuwsbericht nog altijd niet gevonden. Nadat een 22-jarige man werd neergeschoten, zijn ze weggevlucht. Ze zouden zich zelfs een tientje hebben opgehaaien in een kinderdagverblijf in de buurt. Hoe ze vandoor uit her zijn gegaan, is dus nog niet bekend. Het is de tweede dodelijke schietpartij in Blerik in korte tijd. Ook in augustus van dit jaar werd een man op straat doodgeschoten. Volgens de politie is er echter geen verband tussen die twee zaken. Eén verdachte werd tot nu toe opgepakt, een 21-jarige man uit Tegelen, maar hij zei het onschuldig te zijn. Hij zou ook niet aanwezig zijn geweest op de plek van de schietpartij toen die plaatsvond. Volgens de man uit Tegelen zou er een confrontatie zijn geweest tussen 10 jongens met een Turkse achtergrond en 3 men van Antilliaanse afkomst. De ruzie tussen die twee groepen bij een koffieshop in Venlo zou de aanleiding zijn geweest van de fatale schietpartij, zo meldt Dagblad de Limburger. De politie wil dit allemaal nog niet bevestigen. Ze zijn nog volop bezig met het onderzoek. Buurtbewoners maken zich ernstige zorgen, nu er al voor de tweede keer in Blerik immers door kogels om het leven is gekomen. Als er meerdere dingen gebeuren achter elkaar, dan snap ik dat mensen heel erg onrustig zijn, zeker in die omgeving. De politie is nu ook volop aanwezig in de wijk en zullen de komende dagen ook blijven. Dus dat betekent ook dat Blerik nu topprioriteit bij ons heeft, zowel bij justitie, politie als bij de burgemeester. Het onderzoek is nog volop gaande, dus ook de burgemeester weet ten aanzien van dit incident nog heel weinig. Ik weet wel dat de voorgaande incidenten drugsgerelateerd zijn, maar ik hoop dat iedereen snapt dat de politie zijn werk moet doen. En die zijn volop bezig om te kijken of ze deze zaak rond kunnen krijgen.